verlichte hal waar we onze kamer hebben. Komt uit in een heel smal stukje hotel. En er gaat een trap steil naar beneden. Nou, eens even kijken wat hier is. Dit ziet er wel heel gaaf uit zo. Wat is dit? Faciliteitenkamer. Oh, er ligt wel een platta daar, maar dat kan er niet bij. Zie je dat? Ja, daar is er eentje. Soms wel zo. Ik denk het. Nou, die kunnen we er nog wel uittrekken als we hem nodig hebben. Oké. Okay. Wow. Ja, het grootste gedeelte, we zitten nu onder de grond, heeft gezamenlijke wc's en toiletten. En wij hebben een kamer met eigen toilet en wc gekozen, omdat ik dat gewoon prettiger vind. Het is heel donker allemaal hier. Wauw. Echt in een grot of zo. Kijk je die platen, die plafondplaten dan. Nou, dan vind ik dat wat wij hebben nog wel luxe. Ze hebben de kelder opgeknapt. Ze hebben inderdaad de kelder opgeknapt, ja. Dit is wel heel leuk. Dus kijk, als er daar geen mensen ziet of ik het kan filmen. Maar we weten in ieder geval waar we de verwarming vandaan kunnen halen als we hem dan nog geen nodig hebben. Oké, dit is de receptie. Nou, even naar buiten nog. Wat zwaar, ja. Oké, Gamla Stan. Verkenskrent. Steve zou zijn kopje stoten. Een hele andere atmosfeer zo in donker. 5 kleine huizen. Die gevel die is helemaal naar achteren geleund. Wel heel grappig hier. Hij leunt helemaal. Dat doen trouwens alle geveltjes wel een beetje hier. Ik weet nog niet waarmee je dit het beste kan vergelijken. Barcelona heeft ook zo'n buurt waar je heel veel van die kleine straatjes hebt. Bijna niet te zien, maar hier is de runensteen van Gamla Stan. We gaan hem desnoods morgen in het licht nog wel even bekijken. Er zijn best nog wel heel veel winkeltjes open. Het is 7 uur. Er zijn ook winkels dicht, maar je kan heel veel winkels nog in. Als je dat leuk vindt, by night. Het is wel heel cozy, heel gezellig. Hier, kijk, die is ook nog open. Goedemorgen allemaal. We hebben een nachtje geslapen in onze hotelkamer in Stockholm, Gamla Stan, Skeppsbron heet die. En ik zal even een roomtour doen. Wat je hoort is wind en verkeer. Daar heb je Geertje. We hadden een dubbelbed besteld. We hebben er een dubbelbed van gemaakt, want het waren 2 enkele bedden. Nee. Dit is de kamer met een spiegel op de grond. Met nu een extra verwarming die we zelf geregeld hebben. Die hebben we uit de kast geplukt. En met de badkamer. Badkamer met een grote douche. Een wc die zo doortrekt. Luister. En een wastafeltje met zeep. In de douche hangt ook zeep. En op de plank daar is een haardroger te vinden. En dat is het. Roomtour. We hebben een opklaptafeltje. Dat hebben jullie gisteren gezien. We hebben gedemonstreerd. We hebben een lamp hier die kapot is. En we hebben hier een lamp. En die gaan allebei alleen aan en uit bij de deur. De deur heeft een cijferslot. Die code die krijg je als je je aanmeldt bij de receptie. Krijg je ook een cijferslot bij de deur. En Geertje die haalt nu onze enige tochtlamp weg. Dat betekent dat we het dus ijskoud hebben. Ik voel nu de kou al komen. Zal ik de gordijnen open? Ja, de gordijnen even open. Het uitzicht zien. Want kijk, dit is het uitzicht. Dit is het uitzicht. Maar die ramen die tochten als de hel. Dus dadelijk doen we het allemaal weer lekker dicht. Het uitzicht op het water is dat. Maar daar zie je een beetje het water. Wat we vooral horen is het verkeer. Kijken naar voordelen en nadelen van deze kamer. Ik begin met het voordeel. Dat we op de begane grond zitten en dat we hier aan de achterkant, dat we hier direct een keukentje met een ketel hebben. Daar. En een zitje, als je dat zou willen. Voordeel vind ik ook dat bedden goede matrassen hebben. Dat de duvets, de dekbedjes, warm zijn. En de kussens bij elkaar voldoende om goed te slapen. Toen we hier binnenkwamen rook het naar chloor. En het ruikt nog steeds naar chloor. Dat betekent dat ze waarschijnlijk een literfles puur hier doorheen hebben laten lopen. Vind ik minder, maar in ieder geval is alles schoon. We hebben geen haren gevonden of tandpastaresten. Al het chroom is netjes gepoetst. De glazen oppervlakte en de spiegels zijn schoon. Behalve dat daar zie je kringen staan. Wat vind je nadelig hier? Het nadeel van die kamer, dat is, ik vind hem erg klein. Ja. Nou ja, als je op een gegeven moment toch op je kamer moet zitten, heb je dus het enige je bed om op te zitten. En ja, dat is het dan eigenlijk. Dat je dus in de gang moet lopen voor een bakje thee of koffie. Waar dus iedereen dus met zijn handen alles aan kan zitten. Vind ik ook een nadeel. Ja, dat je niet op je kamer een keteltje hebt. Dat je niet een theeketeltje met, nou ja, mag best een theezakje met losse koffie zijn. Ja, een theezakje met losse koffie. Ja, met die poederkoffie, ja, ja. Of wat het ook is. En dan één waterketel. Ja. Je hebt geen nightstands, hè? Je hebt geen tafeltjes waar je je telefoon op kan opladen, die alles ligt op de grond. Je kan een kacheltje kunnen scoren die gelijk als de bijzettafel. Ja, ja. Er zijn genoeg stopcontacten, dat wel. Ja. Nou, wat ook natuurlijk jammer raar en is dat de verwarming die doet dat we een bijverwarming moeten hebben. Nou, dat had je net al een beetje aangegeven. Je voelt een enorme kou van die ramen afkomen. Ik sta hier en ik voel hier de kou. Ja. En als je dus naar uit je bed gaat, dus dat je dus heel, of naar het toilet moet, dat je helemaal in het donker naar een schakelaar moet, dat je geen bedlampje hebt of een schakelaar voor je lamp. Ja. Ja, het viel mij ook op dat je dus, nou ja, kijk, mijn thee staat op de grond. Ik heb helemaal geen tafeltje. Als we die uitklappen, dan kom je niet meer langs je bed. Moet je over je bed heen klimmen. Dat raam, ja, het is een oud gebouw. Het is een gebouw uit 1700. Dus dat raam lekt. Kan ook niet de ingebouwde lamelletjes helemaal laten zakken. Die blijven hangen. Maar goed, dat wist ik. We gaan niet een modern gebouw in. Maar ze hebben inderdaad weinig gedaan om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld je telefoon kan opladen en ergens kan neerleggen. Of, nou ja, kledingruimte. Ik bedoel, ja, dat is het enige. Daar hangen onze jassen. En voor de rest, we willen onze kleren niet op de grond gooien. Ook niet op bedden en dergelijke. Want ja, je zit altijd met van, zit er ongedierte in. Dus we hebben één haakje hier in de badkamer. Daar heb ik mijn tas aan gehangen. Hier heb je ook geen plaats om je tandenborstel of wat dan ook neer te leggen. Er is één rand waar je een handdoek aan kan hangen. En daar had best een plankje kunnen zijn. Als je de eigenlijke prijs bekeek, dan was dat over de €200. Ja, we hebben korting gekregen. Ja, als je een hotel aanbiedt, dan moeten wel redelijke faciliteiten zijn. Ja, ja, basisfaciliteiten. Nou is het wel zo dat dit hotel voornamelijk kamers heeft met gemengde douches en badkamers. en toiletten. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit waarschijnlijk een hostel is qua opzet. Dit noemen ze ook de deluxe tweepersoonskamer. Deluxe. En de deluxe slaat op de eigen badkamer. We betaalden bij elkaar €140 voor 2 nachten. En daar hebben we een flinke korting gehad, want het zou €220 zijn voor 2 nachten. Die korting werd ons gelijk via Booking.com aangeboden. Dus we hebben geen idee waarom, maar dat heeft misschien te maken met het seizoen. Het is pas januari. Nou ja, dit is een beetje ons oordeel. De kamer en het beddengoed en de badkamer zijn super schoon. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen. Dat je dus niet in andermans beslapen beddengoed terechtkomt. Of dat je ongedierte vindt of wat dan ook. Nadeel is dat een kamer met raam, want dat werd dus ook gezien als luxe, heel erg koud is. Dus dat je als je in de wintertijd komt echt wel bijverwarming nodig hebt. Die we vroegen en die we uiteindelijk zelf hebben moeten halen, want ze waren het vergeten. Maar goed, dat kan. Dat maakt allemaal niet zo uit, daar maken we ons niet druk om. We hebben tv hangen. Daaronder had ook best een plankje kunnen zijn. Die tv die heeft toegang tot heel veel streamingdiensten. We hebben ook gisteravond YouTube filmpjes zitten kijken en dergelijke. En nou moet ik zeggen dat al het verkeer wat langs rijdt, je nauwelijks hoort. Ik denk alleen een vrachtwagen. Komt er een. Maar ja, een beetje als een zoef. Maar ik denk als er een windvlaag langskomt, dat je dat koepeltje wat buiten hangt, het zonnekoepeltje, hoort gaan. Al met al, als je een kamer nodig hebt die niet al te veel kost, is dit helemaal prima. Want als je zegt voor 1 nacht hebben wij €70 betaald. En dan heb je dus koffie en thee gratis, zoveel als je wilt. En een schone kamer en een schone douche. Maar goed, als je iets meer luxe wil, dan zijn er legio andere hotelkamers. Eén dingetje wat ons ook nog opviel, was dat als je doucht, dat het water de badkamer inloopt. En dat je dus daarna niet meer met je sokken de badkamer in moet. Vandaar dat wij een van de handdoeken hebben opgeofferd op de vloer. Dat was onze roomtour. We hebben vandaag een afspraak bij de ambassade. We gaan onze paspoort laten verlengen. Gisteren hebben we foto's laten maken bij Foto Kungen. Dat is in de buurt van de ambassade. Alles hebben we zo geboekt dat het te lopen is. We zitten in Gamla Stan, dus het oude gedeelte, het oorspronkelijke Stockholm, zeg maar, met ons hotel. We hebben de Foto Kungen net daaroverheen, naar het zuiden. En dan moet je een brug overlopen. Daar zit ook de ambassade, 10 minuten van elkaar af. En als je van Gamla Stan naar het noorden loopt, ook de Kungsbron overgaat, de Koningsbrug. Dan ga je langs het Riksdag, zoals dat heet, het binnenhof, zeg maar, van het Nederlands binnenhof, maar dan het Zweedse parlement, ga je naar Centraal Station. En dat is ook een loopje van, nou, ik denk dat wij, wat hebben we gelopen? We hebben een beetje omgelopen, omdat we over de Drottningstraat dan wilden. Dat is een soort spuistraat. 20 minuutjes. Ja, ik denk dat je 20 minuten kwijt bent. Als je niet al te zware bagage bij je hebt en bijvoorbeeld een rugtas, wat wij altijd doen, dan is dat heel gemakkelijk te lopen. Het metrosysteem hier is trouwens helemaal prima. Want dat heb ik een tijd geleden in mijn eentje gedaan in Stockholm. En dat is allemaal eigenlijk nou nonsens. Maar goed, vandaag gaan we dus naar de ambassade. We hebben om 12:10 onze eerste afspraak. En we gaan eerst eens even kijken of we ergens een ontbijtje kunnen scoren. Zie jullie straks. Later! Nou waren hier mensen gisteren, dus konden we niet echt filmen. Uit deze kast hebben wij onze verwarming gescoord. En we zitten nu onder de grond. En hier heb je een ruimte waar je koffie en thee kunt drinken. En waar je kunt zitten 's avonds. Dit is wel heel gaaf. Dit is heel knus hier. Hier liggen schapenvellen. Ik kan muziek draaien. Ik denk dat hier een oven heeft gezeten, een open haard. Dit is wel heel erg leuk. Aan beide kanten heb je kamers. Daar. En daar. Dit is echt heel gaaf. Oké. Er is niemand bij de receptie. Maar je hebt hier een keukentje waar je gebruik van kan maken. Als je dat zou willen. Dit is voor algemeen gebruik. En dan waren er aan de andere kant nog koelkasten, geloof ik. Kijk, dit gaat eindeloos door. Oh, kijk nou. Koelkast die je kunt gebruiken. En een zitje. Er is ook een toilet extra. Kan allemaal gebruikt worden. En een code voor de deur. Nou, aan de buiten. Oeh, frisjes. Frisjes, frisjes. Dit is het hotel waar we zitten. We hebben al heel veel rondgedwaald in Gamla Stan, Geertje en ik. Tot gisteravond laat, dat hebben jullie kunnen zien. Nu gaan we buitenom. Heb jij last gehad van de herrie, van het verkeer? Het verkeer was vrij rustig. Ja. Maar er liepen wel heel veel mensen langs die hard om straten waren. Ja. Daar had ik wel last. Dat viel je op. Ja. Ja, dat heb ik ook wel gehoord. En dat was toch ook echt midden in de nacht. Er is geen klok in de kamer, dus je kunt ook niet kijken wat de tijd is. Die moet je echt zelf in de gaten houden. Breut ook salt. Daar krijg je korting als je zou willen eten of drinken. 10% als je meldt dat je in het hotel verblijft. Dus als je hier wil eten met korting moet je zeggen dat je in Skeppsbron verblijft. 10%, geen idee. Join us for breakfast staat er. Dus dat zou je kunnen doen. Wij doen dat niet. Wij willen in de buurt van de ambassade zijn. We weten dat dat een stukje lopen is. We moeten over de brug, over het water, die kant op. En dan naar rechts. Er wordt aardig wat verbouwd. Elke stad is dat ook. Ja, precies. Elke stad wordt er wel door. Gebouwd. Ja. Of vernieuwd. Klopt. Maar we moesten kijken hoe leuk dit allemaal is. Het is een drukke stad, maar er wordt niet getoeterd, er wordt niet geschreeuwd. Dat is wel iets typisch Zweeds, vind ik. Ja, inderdaad, dat is echt wel. Ja, dat was mij de eerste keer dat ik hier was al opgevallen, dat mensen gewoon stil zijn. Ja. Natuurlijk praten met elkaar, maar wat jou gisteren opviel, vond ik ook wel grappig. Dat toch heel veel mensen met koptelefoons op lopen en zitten en fietsen. Echt met zichzelf bezig zijn. Ja. Die reageren wel erg snel, die dingen. Oep, die witte strepen zijn glad. Het heeft gevroren vannacht. Het is 9:15. Mooie tijd, 0 graden. Benefiet zien. Hier wordt gebouwd. Toen ik hier op het gymnasium zat, dat is heel lang geleden. Dat was alleen voor de Zweedse taal. Toen ben ik meegeweest op een excursie naar Stockholm. En toen heb ik daar, waar je nou die gebouwtjes ziet, in een woonboot geslapen. En dat was een projectboot, ook voor thuislozen. Dat was heel erg grappig. Maar daar hebben we geslapen. Die excursie die ging ook onder andere naar de Riksdag en naar verschillende musea. En dat is iets wat ik jullie wil aanbevelen als je hier bent. Als je het kunt boeken, ga naar een paar mooie musea. En die zitten allemaal ook vrij dicht bij elkaar hier. En bezoek de Riksdag, het parlement, als je daarin geïnteresseerd bent natuurlijk. Maar je kunt erin, er zijn tours, dus wel indrukwekkend om te zien hoe dat hier werkt. Wat wel jammer is, is dat het Nobelmuseum in Gamla Stan, waar we langs zijn gelopen, tot 6 februari dicht is. Dat is wel heel erg jammer. Maar goed, het is niet anders. Waar je ook aan moet wennen, is dat Stockholm gebouwd is op heuvels. Je moet klimmen, maar je gaat ook alweer naar beneden, toch? Het is niet heel rolstoelvriendelijk, nee. De stoepen zijn een beetje verzakt ook. Hier is de Nederlandse ambassade. Hier moeten we om 11:45 zijn voor de eerste en 11:10 voor de tweede afspraak. Espresso House, gaan we hier even een bakje doen. Let's go. Je kan hier frietkost eten. Frietkost, nee. Ja, een frietkost? Ja, bacon en ei. En café. En ik ging gewoon voor een koffie en een stukje taart. Nou, ik ben zo dom om de pasfoto's die we gisteren hebben laten maken in mijn andere tas te laten zitten. Dus we moeten terug naar het hotel. Lekker slim. In trouwens te sneeuwen. Dus we kunnen de wandeling even terugmaken. Nou is het niet zo erg, want het is naar beneden de kruising over. De brug over en dan zijn we weer bij het hotel. Maar nou, we hadden geen haast. En nu moeten we doorlopen. Hey, hey. Dank. Nou, zijn we weer bij onze kamer. Terug bij af. Het is wel konkel, hè? Slecht licht hier, maar goed. Ja. Right. Lights on. Nou, pasfoto's zoeken. We hebben even moeten rennen. We hebben gelukkig stonden de foto's in het systeem bij de fotograaf, dus die hebben we opnieuw. En geen idee waar dat stomme mapje is gebleven. We komen het waarschijnlijk direct nadat we bij de ambassade zijn geweest tegen. Maar dat geeft niet. We lopen nu... Zo is het zeker simpel. Nee. Je weet nooit waar het goed voor is. In ieder geval, we hoefden maar €5 bij te betalen. Want ze stonden in het systeem, dus dat is mooi. Top voor Foto Kungen. Echt top. Nu lopen we richting de ambassade. Oh my god. Nou, we hebben alles afgehandeld. In de ambassade konden we natuurlijk niet filmen. De foto's waren goed. Ik moest 3 keer mijn handtekening zetten, want die was te agressief. Paste niet in het hobby. Maar goed, het is voor elkaar. Dan gaan we lekker lunchen. Ja, precies. Dan gaan we lekker lunchen. Zelfs onze vingerafdrukken werden geaccepteerd. Dat wil wat zeggen. Dat hadden mij de eerste niet. Nee, ja, jij moest poetsen. Ja. Ik moest hem door mijn haar heen halen, mijn vinger. Ja. Het zal. Nou, onze lunch. Het is goed gekeurd, hè? Echt super lekker. Maar goed, super lekker. Ja, en ik ben niet zo'n echte pasta eter, maar dit is erg lekker. Je had met kip. Ik heb met kip. En ik heb met blauwe kaas en bacon. En er zit rauwe ham omheen. Erg lekker. En het uitzicht is dit. Nou, dan gaan we weer. Ja. Dit was lekker eten. Ja, het heet hier Café Conditori Nova. Nova. En dan gaan we iets maf. Nova Sembla. Ja, kom. We gaan wat anders doen. Wat gaan we doen? We gaan naar de boot. We gaan naar de boot. We gaan een bootje varen. Ja, dat gaan we doen. Zo. De rimpelafstand. We gaan. Zo dan. We gaan naar het Waza Museum, is de bedoeling. Dat kunnen we lopen. Dat zou hier vandaan een half uurtje zijn langs de kaai. Maar het is koud, dus we dachten we pakken de boot. Slussen! Ja, daar is de kaai.